Dag Laura, Laura Beynem is België vandaag op Excentric in Knokke. Leuk? Ja, heel leuk. Ik ben hier al een paar minuten en ik ben heel benieuwd om al de standen te ontdekken. Want het is voor mij de eerste keer, dus ik ben heel benieuwd. Ja, hoe bevalt je titel momenteel, uw titel? Zeer goed, zeer goed. Alles valt heel goed mee. Ik amuseer me wel. Elke dag is een betere dag dan de vorige, dus echt fantastisch. Wat was het mooiste? Oh, dat is echt moeilijk te zeggen, want ik vind alles heel mooi. Ik geniet van elke moment, dus ik amuseer me elke dag. Alles wat ik moet doen is heel leuk. Dus dat is echt moeilijk voor mij om één dag of één activiteit eruit te kiezen. Ja, start je vandaag bij Vetra Oosten, bij haar schilderijen. Wat vind je ervan? Ik vind dat heel speciaal, heel origineel. Ik vind dat echt wel mooi. Ik zou dat wel thuis graag willen hebben, ze. Zit ook een talent in jou, zoiets? Oh, misschien, maar dat moet ik nog testen, hè, want ik heb het nog nooit gedaan. Maar wie weet, misschien is het een verborgen talent in mij. Wat zijn uw hobby's nu momenteel? Oh, mijn hobby is Miss België zijn. Ik doe alles heel graag en ik heb eigenlijk geen tijd om andere hobby's te hebben. Dus gewoon mijn hobby is Miss België zijn. Alles wat er bij is, ja, als sponsor, voor de presentatie voor de sponsor, alle dingen die ik moest dragen van de sponsor, ja, alles is heel leuk. Ja, straks gaat er een nieuwe selectie voor Miss België op gang komen. Ja. Is dat een beetje spannend voor jou? Ja, maar we zijn al nu al heel druk bezig, dus ik vind dat heel leuk eigenlijk. Mensen denken, ja, als we nu al andere meisjes kiezen, is dat uiteindelijk iets voor mij, maar eigenlijk helemaal. Ik geniet nog echt veel van mijn titel en van mijn jaar en ik heb nog tijd. En ik vind dat wel tof om al die meisjes te zien. Ik leer ze allemaal kennen en ik help wel en ik ben ook in de jury, dus ik vind het heel tof. Ja, al die preselecties, moet je daar allemaal naartoe? Ik probeer daar zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Ja, ik heb wel een drukke planning, dus af en toe kan ik er niet zijn. Maar ik probeer wel aanwezig te zijn, want het is wel belangrijk. En ik denk dat de meisjes dat ook tof vinden. Vanavond ga je nog laat maken? Oh, dat zien we wel met het comité. En als zij vertrekken, dan zal ik ook vertrekken. Hè? Geen stress? Nee, maar ik moet nog wel 1:30 rijden net door Brussel. Dus, dat is wel... Moet je dan niet zelf rijden? Ah ja, tuurlijk. Met mijn splinternieuwe Peugeot. Hè? Nog geen chauffeur? Nog geen chauffeur? Ik denk niet dat ik een chauffeur ga hebben dit jaar. Weet je vragen aan Darlene? Of er eentje kan komen? Ja, ik vind dat eigenlijk niet noodzakelijk. Ik heb een heel mooie Peugeot gekregen. Ik wil daar wel zelf mee rijden. Dan mag je een glaasje meer drinken? Maar ik drink niet zoveel alcohol in het algemeen. Dus één glaasje of twee. Ik denk niet dat ik te veel zal veranderen. Ik wens je nog veel geluk. Bedankt. Dank u.